Hallo allemaal, ik ben hier vanavond in de Hot Yoga Studio van de Kim Kleisels Academy in Bree, waar ik elke week wel vertoef om hot yoga te volgen. Naast mij zit de beste teacher Vanessa. Hallo. Via deze weg wil ik eventjes een filmpje aan jullie laten zien, omdat de mensen die mij kennen, die weten dat ik al een aantal jaren hot yoga volg. En sinds dat ik die lessen ben beginnen volgen, voel ik aan mezelf dat dat heel veel afdoet. Ik heb een zittend beroep. Vroeger moest ik vaak naar de osteopaat gaan. Dat moet ik nu niet meer doen. Ik voel mij altijd heel erg goed na de les. Dat blijft zelfs nog een aantal dagen duren. Het is goed voor de lijn. Je wordt er lenig van. Ik kan heel veel dingen opnoemen waarom zo'n les heel goed is. Maar ik denk dat Vanessa iets meer informatie kan geven als ik daarover. Dus vandaar dat ik even aan haar het woord geef. Oké. Ik heb inderdaad Ellen ondertussen al 3 jaar in mijn hot yoga les. En ik heb haar enorm zien evolueren als yogi op het gebied van lichaamsbewustzijn, maar ook voornamelijk om verder in de houdingen te komen, zonder dat ze haar eigenlijk echt gaat forceren in een houding. En dat is een beetje wat hot yoga ook gaat doen. Zodat je lichaam goed opgewarmd is door de warmte van de panelen, gaat je iets flexibeler zijn, maar je gaat ook veel beter leren voelen naar je grenzen toe. Dus je gaat je veel bewuster worden van je lichaam. Je gaat voelen wanneer dat je te ver gaat, wanneer het oké voelt voor je lichaam. En de bonus die je krijgt bij yoga is dat je niet alleen hebt liggen buigen en stretchen, maar dat het ook echt een soort van meditatieve workout is, omdat je zo gefocust bent op wat je moet voelen en wat je aan het doen bent, dat is die nawerking die zij eigenlijk nog een paar dagen voelt na de hot yoga. Dus een yoga is iets dat werkt ook echt voor iedereen. Je mocht alleen niet verwachten dat het werkt vanaf dag 1. Dus meestal is het iets dat je een paar keer moet doen voordat je effectief de effecten gaat voelen van hot yoga. En veel mensen verklaren mij altijd voor gek als ik zeg hot yoga. En dan vragen ze, wat is dat? En dan verwoord ik heel kort altijd, ja, dat is eigenlijk yoga in 40 graden. Je duurt 90 minuten en dan zeggen ze, ben je gek? Maar om een beter beeld te vormen, ga ik ook een paar stukjes uit de les hierin monteren, zodat jullie er een beter beeld bij hebben als een foto. Ja, dat is inderdaad wel. Heel veel mensen hebben nog altijd bij yoga het gedacht dat het alleen maar zweverig is en op de mat zitten en mediteren, en dat is inderdaad wel een belangrijke tak van yoga. Maar hot yoga is een actieve yoga-stijl, dus we gaan heel bewust ons lichaam leren versterken en beter worden. En is echt wel werken, dus je gaat er zowel fysiek op verbeteren, je gaat je lichaam op zoveel punten gaan verbeteren, gezonder maken, je silhouet gaat veranderen, zonder dat je daar moeite voor moet doen. Je moet gewoon naar de hot yoga komen, dus je silhouet gaat goed veranderen daardoor. Ja. Oneindig veel zaken. Dus ik hoop dat ik jullie via dit filmpje kan overtuigen om ook eens een les mee te volgen, want dat is mij tot op heden nog niet gelukt. Dus ik zou zeggen, na het kijken van het filmpje, liken en contacteer mij en dan gaan we samen eens naar een les. Voilà, alleen maar toffe mensen in de yoga les. En toffe teachers. Dag. Bye.